Ina, wat heb jij met China? Ik weet niet of jij in China bent geweest, waarschijnlijk niet. China is voor mij misschien de enige plek op deze hele wereld waar mensen een seriële, maar toch serieuze levenshouding weten te combineren. Met een emotioneel hang-up waar het theater is concerned. Emoties zijn heel belangrijk voor jou, hè? Jouw voorstellingen. Ik eis van mijn acteurs dat ze het achterste van hun tong laten zien. Dat ze zich niet verbergen achter een façade. Dat ze niet als een emotionele of non-emotionele strakke lantaarnpaal maar hier en hier staan te bewegen. Ik wil emoties zien, ik wil het achterste van hun tong zien. Dat is voor mij alles. Desnoods burg ik het eruit. Is het moeilijk om met Ina te werken, Mario? Hij heeft heel veel materiaal, maar hij weet niet waar hij het vandaan moet halen. Er moet iemand zijn die dat uit hem trekt. Anders komt het er niet. Wat is er precies gebeurd met jouw voorstelling? Of ik moet eigenlijk zeggen, niet gebeurd. Met de voorstelling waar wij nu zojuist een fragmentje uit hebben gezien. Wat er niet gebeurd is, is dat hij gespeeld is. Wordt. Hij wordt niet gespeeld. Hij wordt niet gespeeld. Maar we hebben wel nu net een stukje gezien voor het publiek. Dat was alleen op voorwaarde dat het er straks uitgeknipt zou worden. Natuurlijk, ja. Ina, er is eigenlijk altijd wel wat aan de hand met jouw voorstellingen, is dat? Klopt dat? Jij doelt waarschijnlijk op de afgelastingen van enkele van mijn projecten. Nou ja, enkele. Hoeveel zijn er nu in totaal afgelast? 9. Maar dit wat je dus nu doet, is iets wezenlijks anders dan aflasten. Het van tevoren niet, van tevoren al zeggen dat je geen uitvoering zult geven. Zie ik dat verkeerd? Nee, dat klopt. Dat is een keuze. Vaak wordt een poging gezien als een opmaat naar een resultaat. Maar als je dat lineaire denken opzij zet, als je het oorzaak- en gevolgprincipe laat vallen, kan een poging net zo goed het resultaat zijn van een vorig resultaat. In die zin is de poging het resultaat en ben je los van de bindende factoren van het lineaire denken. In die zin voer ik mijn voorstelling niet uit. Kun jij in die gedachte meegaan, Mario? Zijn er voor mij nog meer vragen? Nee, op het moment zitten we er wel een beetje doorheen, ja. Was dit het? Dan kan ik mijn tijd beter gebruiken. Mario!